eens even op de grond en als je erop gaat staan. Leg hem op de grond. Mag je er met je rechter of linkervoet op gaan staan? Ja. Niet meer verplaatsen. Dan rol ik even jouw broek een paar keer op. Hoef je hem ook niet omhoog te houden. Maak ik even een omtrek van jouw voet. Op je voet steunen neem ik aan, of niet? Ja, je mag de druk redelijk gelijk verdelen. Heb jij steunzolen? Nee. Ik heb inderdaad wel doorgezakte voeten, ja. Maar al heel mag je jong. Ervan afkomen? Al ja. Heel jong heb ik daar toen al fysiotherapie voor gehad. Ja? Ja. Wat goed. Gewoon je eigen voeten sterk maken. En hoe komt het dat je nou een dubbele ding hebt, een dubbele lijn? Ik doe hem hier aan de binnenkant, ook altijd even 45 graden om en nabij, even langs je voet, zodat ik ongeveer weet hoe die holling loopt. Oh, oké. Ja, dan nu mag je er zo precies mogelijk op je afdruk komen staan, met je rechtervoet weer. De middaggymnastiek. Ja, heel goed. Mag je voorvoet omhoog halen, je hiel laten staan, dan schuif ik er een meetbandje onder. Zet maar neer. En dan ga ik zo verschillende omtrekmaten opmeten op verschillende plekken. De top. Zet in. Wacht even hoor. Ik hoop toch niet dat je dit gefilmd hebt? Nou, ik bewerk een filmpje altijd. Kijk. In die zin dat ik er dan een stukje tussenuit haal. Oh ja, ja, wat leuk. 26-1. Zo meet ik even af waar het meetbandje gezeten heeft. Ik mag de voorvoet omhoog, schuif ik het bandje naar achter. Zet maar neer. 4. En nogmaals, schuif ik hem iets naar achter. Ja. Mag je nog even laten staan en dan meet ik even een paar andere punten op. Even kijken, ik doe nog even twee extra maten. Mag je voorvoet nog even omhoog halen? Ja, zet maar neer. Omdat die knobbel er zit, hè? Ja, dat ik even voor nog even een maat heb en daarachter. 24, 7. Ja, en nog één keer deze kant op. Dat is wat, hè, die knobbels. Ja, ik denk niet dat het makkelijk is schoenen kopen voor jou. Dat het niet makkelijk is schoenen kopen? Nou, ik weet niet of ik verteld heb dat er zo'n soort van spray bestaat. En als je die... Ja. Heb ik dat verteld ja, of niet? Ja, heb je verteld. Nou, dat is waanzinnig goed spul. Oh, wat goed. Dus dat werkt. Oh, ja. Ik weet niet of het nou over af mocht. Dit mocht goed. Af? Ja. Goeie timing. Interessant, dit.